Hallo kijkers van Shine Sprites, wat mij een gloednieuwe aflevering van de Pokémon Scarlet and Violet Surprise Cage Lock met Nandoing. Lekkering. Zeer lekkering. Zinning. Inning. Zekering. Even okay. Naar mijn coole teampie kijken. Oh, verkeerde knop. Je coole teampie. Ja, je hebt wel een coole teampie. Lekkering. Oké, heb één doel vandaag en dat is om voordat ik de Titan ga doen, één mond te evalueren. Oké, wat dat, is goed tegen Bombeurde hier? Het is een Flying Dark Typing, dus Rock Typing is Gucci, maar... Die heb ik niet. Hij heeft Rock Smash, dan weet je dat alvast. Electricing Typing is ook sowieso Gooding. Fairy typing is sowieso Gooding. Je hebt allemaal types die ik allemaal niet heb, jongen. Ja, ice typing zijn ook Gooding. Maat. Ik doe mijn best. hier. Oh, een trainer. The wind goes whoosh. Heb je de muzieking aan? Nee, ik was gewoon randoming aan het zingen. Aan het zingen, moet ook gebeuren. Zeker. Let's go. Kijk, dat insectje ga ik eens even plukken. Plukken maar. Kaboomie. Dus, boys en girls, het staat 3-1 voor de Nandoster. Ja, voor nu, hè. Voor nu. Voor nu, zeker, zeker. Voor nu. Het kan allemaal veranderen. We hebben 18 matches. En Nando gaat nog een keer wide-outen, dus... Zo. Wordt even voor me bepaald. Ja, jij gaat wide-outen. Je hebt geen keuze in. Zelfs niet als hij Rosing is. Zeker niet. Dus ik was begonnen met die Totodile, maar ik heb nog steeds geen shiny. Nee, ik ook al niet, ding. Dat is toch niet normaal, Mary? Nee. Dat voor jou is nog erger, want daar zijn je odds nog hoger. Ja. Vuile bitches. En wat heb je gegeten? Een wrap. Een rap. Oh, je hebt echt daadwerkelijk ook een rap gegeten. Ja. Lekkering. Nee, ik had... Ik wil er niet over praten. Wat? Ik had zo'n aardappels overschotel met gehakt en... Oh, dat vind ik echt goro. En dan kreeg ik... Was er nog een zalm gebakken en een stuk vlees... Alleen, ik had niet naar mijn moeder geluisterd, dus ik had die halve zalm opgegeten. En toen kwam mijn moeder met, ja, hallo, de halve zalm is voor jou en het halve vlees is van jou. En de rest is voor je broertje. Denk, oh, nou ja, ik kan nog nemen. En mijn broertje zegt, ja, maar je hebt er al aan gegeten. Ik denk, oké. Dus ja, ik heb zalm met dat gegeten en Ik was zo niet tevreden dat ik gewoon 3 sneakerrepen heb gepakt. Wahet? Wahet sneakerreep. Dus ik kan zo meteen kan ik even een lekkere sneaker eten. En dan even die smaak weer even vergeten. Van dat gore overschoteltje. Nee, ik heb verloren, zegt die guy. Nee. Waarom? Is hij een loser boy? Ja, maar echt. Waarom kan je niet op je beest blijven zitten? Als je het battle doet. Oeh, zo'n X-iteming. Niet een X-iteming. Ja, die zijn verboding. Dat is niet waar. Die zijn niet verboding. Nee, die verkoop ik. Ing. Eigenlijk een lelijke Pokémon. Een Bombeerdier? Ja. Is niet echt de meeste... Beste, leukste Pokémon.
olifantje doet. Woosh. Ah, en fungus doet ploes. Ah, maar meer staan. Oh, 1 AP. Oh. Oh, shit. Healing de healing. Volgens mij heeft dat ding ook rock smash. Of het kon het leren. Even kijken of er zo'n outbreak in de buurt is, want dan kan ik even XP farming. Oké, is er nog trainers hier in de buurt? Ik denk het niet, ding. Even healing. Quillfish, quillfish, fish. Yeah. Quillfish is dus de strat hier, heb ik al begrepen. Duidelijk, King. Ik zit te bedenken, welke gebruikt Arvin zo meteen? I won't buy my CD. I'm gonna buy myself flowers. Van Miley Cyrus of waar ze het van heeft gejoept? Nou ja, dat liedje heeft ze niet gejoept. Het is een soort antwoord op een bepaald liedje. Nee toch, want de tekst is toch van een ander nummer. Van echt vroeger, vroeger. Oh, is dat zo? Ja. Ik had zoiets gehoord in een video van een guy die, zeg maar, nummers reed, of hoe noem je het, zeg maar, reviewed. En hij doet jaarlijks doet hij de top 10 slechtste nummers van het jaar. Oké. Okay. Volgens mij zat dat nummer ertussen. Bij Klaaf heb je de keuze om tussendoor nog iets te doen, zeg maar, dat had je nu niet. Dat is wel echt naaiend. Mm-hmm. Begin je met hetzelfde aantal HP? Ja. Oh, dat is wel echt heel kut. Kijken bij die gigantische met Dondon of zo, dan heb je ook de kans om dat te doen. Ik denk dat ik bacon ga sacken. Sacking the baconing. The cheese from the baconing, ga je sacking. Ja. Of hij moet nu de Nekkel aanvallen. Oh, hij valt de Nekkel aan. Nekkelie aan. Oh, nice Nekkelie. Nekkelie is in ieder geval wel een goede Pokémon om als partner te hebben tegen dit ding. Mm-hmm. Het valt wel vies. Val die Nekkely maar aan, prima. Lekker Nekkely. Lekker. Jammer dat die water terrestrialize is. Oké, Barbarash. Meteen gepoisoned alsjeblieft. Dat is niet gepoisoned. Maar weer de Nekkely aangevallen, heel fijn. Lekker. Wel jammer dat hij nou Rock Polish doet in plaats van een aanval. Oh, deze NPC heb ik nog nooit gezien. Oh, hey! Ik ben gewoon levend eruit gekomen. Nice. Littering. Ditto. Doe de ditto dans. Oh, ik heb geen facecam, never mind. Setting. Die ruimte heb je toch ook niet voor op de template? Ja, dat kan wel hoor, had ik wel kunnen maken, maar ik dacht van als jij geen facecam hebt, dan heeft het voor mij ook niet zoveel zin om wel een facecam te hebben. Dat is waar. Zo waring? Als haring. Als haring. Oh nee.
Trouwens, ik had net die gedeelte van die Johto ding van Propercliff gekeken. Het was inderdaad erg leuk. Ja. Ja. Dat einde vind ik heel erg verrassend. Dan ga ik er straks even kijken, want ik ben iets over de helft. Mm. Ik vind die Luke, die is gewoon grappig, omdat hij zichzelf is, zeg maar. Hij is heel erg random. Ja. Hij kwam een beetje apart random. Ja, maar dat is niet erg. Ik kan er wel om lachen. Mm-hmm. Dat is waar, Rain. Dat hij die tafel opzet en dat hij dan spaghetti met monster aan het koken is. Ja, what the fuck. En dat hij dan die tafel omgooit. Maar je zit dan wel te denken, heeft hij dat gewoon bedacht van tevoren? Of, Tuurlijk, want het stond daar al. Tuurlijk heeft hij dat van tevoren. Ja, maar dat hij dat ook ging omgooien, weet je. Oh, dat denk ik niet. Nee, dat denk ik niet. Ah, stop met Furry. Het lijkt wel alsof ik Pokémoning speel met Sandering. Omdat ik traging ben. Traagzaling. Maar het is maar een grapje in. Maakt niet uit. Was het een grapje? Ik moet trouwens even bedenken met welke Pokémon ik zo meteen jou ga verslaan. Ja, je hebt in ieder geval niks verloren, dus dat is wel fijn. Zeker waring. Zo waring? Als haring. Als haring. Nou, ik had al wel bedacht welke mon ik wil gaan gebruiken. Oeh, dat vind ik wel interessant, Ring. Sterker nog, ik had dat de vorige keer al bedacht. Wow. Nu ben ik heel erg spannend in. Dus jij hebt dat de vorige keer, of die keer daarvoor had je dat toch ook gedaan? Dat je al van tevoren wist, oh, die mon ga ik pakken. Ja, dat heb ik nu ook. En of dat goed gaat uitpakken, dan gaan we achterkomen zometeen. Deze guy wil niet meer met me vechten. Ik wil nog even wat trainerings pakken voordat ik die kutvogel uit de lucht ga schieten. Tenzij ik een bepaald item heb. Oké. Evalueert die level 23? Nee. Oké, ik moet nog een paar trainers en dan... Hij evalueert level 25 namelijk. Ah. Dan kan ik je niet... Huh? Zie je dat? Of zag je dat? Wajo, door die trainer heen? What the frick? Maar ik raakte hem ook niet eens. Oh, what the fuck? Hele rare hitbox. What the fuck? Oké, nu hebben we dat dialoog. Het is zo grappig om daar... Lekkering! Te zien staan. Lekkering! Nou echt jongens, schiet op. Ik heb toch cutscenes overslaan, Hing. Dit is helaas geen cutscene volgens Niantic. Of, voor Niantic, het is geen Pokémon Go. Oh. Je moet naar links. Oh. Eerst vechting tegen deze meneer, Hing. Ja. Met een Gasling. Moet even level 24 in worden. Dat is geen student. Dat is geen student. Nee, dat is een smerig mannetje. Een brug met zijn snor. Snormans. Ah, opschieten. Take hem helemaal down, Pineco. Ik ga Pineco downen. Ah, fuck. Ah, misboot. Ah, nee. En dat verspilt ook nog eens gewoon een bird. Oh, die kan ik go zo... Go Pineco. Die kan ik echt heel slecht tegen. Lekker in Pineco. En dan krijg je echt gewoon 0 XP zometeen. We gaan gewoon dit doen, hup. Ah, he's still alive. Lacking. Ja, maar nu is de speed wel lager. Oh, kabooming. Je zat ook nog eens aan te moedigen dat hij dood ging. Natuurlijk. Ik moet winning. Nee. Het zijn allemaal Pokémon waar je goed tegen bent, dus dat is handig. Dit ga ik gewoon doen. Miss.
Nou, je zit gewoon keihard te jinxen hier. Nee, ik heb geen jinx. Nou, ze voelt het wel. Deze cutscene duurde echt fucking lang. Tantoelanging. En voor de mensen thuis, nu mag... Oh, ik mag wel across the water. Maar nu mag ik alleen maar healen en verder niks zeggen, want ik moet wachten op... Nanoing. Ja, sorry. Geef niet, dit was geen verwijt. Het was meer een informatieve onderrondje voor Sandring en Rustying en Jordi. Dat zij dat even weten. Dat, precies. Juist, Zeeking. Heel Zeeking. Oeh, ik kan Bite leren met Cyclusar. Ga ik zeker weten doen. Alleen, het mindere is, ik kan Cyclusar niet meer gebruiken. Ah, in de laatste match of the year. Ja, of the year nog wel. Zo. Ja, dat kan nog wel, maar of ik hem dan nog ga gebruiken, ja. Dat ligt er een beetje aan hoe goed hij nog is. Kijk, hier nog trainery. Oh, maar deze is echt super moeilijk. Dat zie ik nu al gelijk. Ik moet even wat makkelijker vinden. Hier, hiker. Let's talking. Is er niet nog een andere Pokémon die jij moet evalueren of zit hij niet meer in je team? Je hebt het over Okrimi. Ja. Die zit momenteel niet in mijn team. Maat. Ja, die heb ik. Ik heb wel naar. Met toestemming van Milaning. Heb ik dat snoepje of de berry of wat dan ook. Dat heb ik van mijn Scarlet hier naartoe geruild. Heb je zo'n coole, zo'n Starberry of zo? Of welke heb je gekozen? Ja, ik heb de Ribbon heb ik gekozen. Nice. Dat is ook zo'n rare die je uit de itemprinter kan krijgen. Ik dacht, ja, ik heb van elk heb ik wat. Nou ja, dan kies ik wel de rare. Die is wat interessanter. Godverdomme, jongen. Waarom krijg ik zo weinig experience? Kijk, ik moet 12.000, joh. Kan ik niet gewoon ergens hier experience candy vinden? Dat is geen experience candy. Ja, of ik moet nu... Hier rechts, daar is een experience candy. Pokeball? Pokeballing. Pokeballing. Dat mag ik wel doen, want dan krijg ik geen XP mee. Yes. Item inks pakken. Oh, gingen door de grond heen. Niet door de grond heen. Teddy Ursaing. Guard special. En een max eater. Ja, ik wist wel dat hij zou overleven. Doe faint packing. Good. Leave me alone, vuile paarding of vuile ezeling. Leave Brittany. Sandring be like. Denk aan de thumbnails en speel nou niet zo snel Gen 8 door. Je moet de 8e gymleader en de champion nog. Lol. Zeker over die serie die jij met... Ja, die Monotype van 2 jaar geleden. Van 2 jaar geleden, bro. Wanneer was hij klaar? Vorig jaar? Het voelt 2 jaar geleden. Nee, dat was vorig jaar, denk ik. Begin vorig jaar. Mijn hemel. Nu ben ik sneller. Ops. Ja, ik weet het ding. Ik weet het. Ja, dat is voor de fan. Voor jouw fan. Ja, voor mijn fan. Want dan heb ik meer kans. You love having more kans. Ja, want anders krijgen we weer zo'n... niet een klapverhaal, want dat ging nog wel redelijk goed. Maar zo'n gymleader 1 geval. Dat ik dan net even te underleveld ben. En dat ik dan alsnog dood ga. Dat voelt bekend.
Hey, XP candy. Weet je, ik gooi je gewoon tegen de klof. 62. Dat is toch echt zo armoedig dit. Je begint wel echt lui te worden, merk ik. Dat als jij de gen... wat is het nou? Gen 8, ken ik en zo, gewend ben met XP candy. Dat je dan eigenlijk alles met XP candy wil trainen. Ja. Zo. Weer geen XP candy, come on. Op die andere route had je zoveel. Of nou ja, zoveel. Je had aardig wat. Zo. Juist. Hij is zo traag. Oh, ja. Yay! Yeah. Yay. Nu nog een rare candying en dan is het klaring. Dan is het gewoon klaar om te verslaan. Dan is hij fan van Don. Fan van Don, indeed. Is dat een olifantje? Dit is ook een olifantje. Een dik vet een olifant. Yes. Furry attack. Maar kom op. Verlissify attack? Ja, de verlissifying attacking. Snap ik wel. Ja, dan doe ik gelijk dit erop. Oké. Nou, Poke Center was ik al geweest. Dus ik kan nu warping. Ja, even wachting. Even wachting nog één. Even wachting. Pizza! Pizza één. Pizza één. Met wie had ik nou eerste cage match tegen jou gewonnen? Met Quillfish. Nou ja. Kijk, kan jij nog iets leren? Rapid Spin. Ja, dan gaan we Furry Attack wel wegdoen. Dondertand. Dondertanding. Kaibaboy. Okay. Oeh, Kaibaboy. Kaibaboy. Nou ja, dan gaan we... Godverdetering. Zoals Paddy zou zeggen. Hij is nog steeds live. Nog steeds live? Ja. Hardcoring. Maar hij zit nu in zijn pauze, dus ik denk dat hij wat aan het roken is of zo. En dan gaat hij die Stanley Parable game of zo met... Nee, hij ging wat anders doen. Dat de ene met Simon. Wat zei hij nou? Lethal Company. Oh ja, Lethal Company. Ah ja, mij niet gezien. Lethal Company. Ja, het is niks voor mij. Maar het lijkt me wel echt iets wat iedereen zou spelen. Oké, Bombardier. We gaan je Bombardier vliegen uit. Ik ga je neerknallen. Neerknalling? Ja, neerknalling. Nog voor de mensen thuis. Als Nanowing deze battle heeft gewonnen, gaan we de volgende aflevering de cage match doen. Duurde het echt zo lang? Ja, we zijn er 25 minuten bezig. Godver. Sorry. Thunderfanging. Kan je niet beter een rock move doen dan een step? Nee, dat is geen step. Oh, ben je alleen ground? Ja. Wow, dat is fucking... Ouchie, ouch. Dondertaunting. Zo, dat was de ronde 1. Holy Ik heb beter mijn Pammy kunnen gebruiken.
Dan had ik iets minder moeite gehad. Ja, had gekund. Een Bombardier is eating something. Ik vind het jammer dat Bombardier niet kan evolueren in iets mooiers. Was dat Google wat ik hoorde? Nee. Ik dacht dat ik Google hoorde. Niet bij mij. Oh. Rocky Payload heeft die als ability. Ik wist niet dat Bombardier zo'n ability had. Voor dat je het even weet. Rocky Payload zorgt ervoor dat Rock-type moves 50% geboost worden. Eeuw. Dat zou mokersterk zijn op een Rock-type. Dan krijg je step en een 50% boost. Maar er zijn geen Rock-Pokémon die dat hebben, toch? Nee, volgens mij is Bombardier de enige die dat kan hebben. Kijken. Een Serbi. Ja, oh ja, Serbi kan laten zien welke Pokémon deze kan hebben. Ja, alleen Bombardier kan het hebben. Wel leuk voor een randomizer. Ja, zeker. Holy damn. Dat zou echt poch zijn. Yay, we did it. Yes, we. Oeh, Oshawaning Evoluering! Oshawaning Evoluering. Wauw. Do what, mate? Do what? Nou, en weet je, ik zal jullie het kijken van de cutscene besparen. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog en dan zie ik graag de volgende keer weer. Adios, amigos.